Deze nieuwsuitzending betreft Bijbellezen samen met mijn vriend uit Leuven. Hij komt niet uit Leuven, hij verblijft in Leuven. Hij verblijft eigenlijk, hij woont op deze wereld. En zijn verjaardag ken ik niet. Is ook niet belangrijk. Wij gaan beginnen met Genesis 3 uiteindelijk, nadat we Genesis 1 en Genesis 2 helemaal gefileerd hebben. Dat heeft ons uren gekost. Want het woord van God is niet zo 1, 2, 3 te begrijpen. Nou, nu is het even het woord aan Jurk, voordat we gaan beginnen met Genesis 3 en dan vers 1. Dag Jurk. Hallo Perry en welkom voor de luisteraars en kijkers van deze video. Ik ben blij hier weer eens te zijn, dat je mij een keer terug uitgenodigd hebt om nog eens een keer in de Bijbel te gaan lezen en de mensen het woord van God dichterbij te gaan brengen. Uh-huh. En dan heel belangrijk daarbij, niet in de manier hoe dat jij het woord van God verstaat, of hoe dat ik het woord van God versta, maar zoals God wil dat wij zijn woord verstaan. Uh-huh. Ik leg aan de Bijbel van mijn, aan de basis van mijn Bijbelstudies, de geautoriseerde versie van koning Jacobus van 1611. Deze is de enige ongecorrumpeerde Bijbel die we vandaag de dag ter beschikking hebben. Het zij dat je Hebreeuws, de oude originele documenten, kunt lezen, of een Grieks van het Nieuwe Testament in de Textus Receptus zelf kunt lezen, is deze Engelse Bijbel de enige compleet ongecorrumpeerde Bijbel op de wereld van die ik weet heb. Ik kan niet zeggen dat het de enige is, maar het is de enige van die ik weet heb. Trouwens, voor die mensen, die daar weer zeggen van, oh, da ist ein Bier mit seinem Koning James, en das ist auch allemaal nicht wahr, en James war ein Romanizer, en bla 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 bla. Da kann allemaal sein, maar aan de basis van de Koning James liegen zelfs Bijbels, die ze uit van de Waldensiers hadden. Ja? Dat volk dat in de Valleien van de Alpen geleefd heeft, en van de Romeins-Katholieke Kerk met de wortels eigenlijk uitgeroeid is, die je vandaag de dag niet meer terugvindt. De Waldensers, de Albigensers en die volkeren daar ter plaatse, die de Bijbel altijd gereserveerd hadden in hun eigen taal, ja, op basis van de schriften die afkomstig waren uit Antioch. En wij weten, als we naar Acts, Handelingen, in Nederlands is dat zeker, in het boek Handelingen in het Nieuwe Testament gaan, dan weten we dat die christen eerst christen genoemd werden in Antioch. Mm-hmm. Wat vertelt je dat dan over de Romeins-Katholieke Kerk? Ja, die was dus niet de christen niet uitgevonden, want in de Bijbel stelt zelf staat erin dat de Bijbel, dat die christen eerst zijn christen genoemd geweest in Antioch, niet in Rome, ne? Ja? Zo ver daarvoor dat bij wijze van spreken de Paulus zegt van ik ben de nakomer van Petrus en Jezus heeft gezegd op jouw steen bij wijze van spreken ga ik mijn kerk aanbouwen, al deze leugenachtige uitleg van Matthäus 16 en Matthäus 18 en Johannes 21, al die dingen, lees dat eens een keer te goed door of lees dat boek van Martin Luther, The Papacy and Institution of the Devil van 1545 in Engels of in Duits. En dan ga je dat heel goed leren dat de paus, de antichrist en de Romeins-Katholieke Kerk de synagoge van Satan is en niet de kerk van Jezus Christus op deze aarde. En omdat wij de koning James, ik en Perry als basis nemen voor onze Bijbelstudie, kun je alles wat wij zeggen ook aan deze Bijbel meten. En ik verlang zelfs dat jullie dat doen. Jullie moeten mij niet geloven. Jullie moeten Perry niet geloven. Jullie moeten het woord van God geloven. Daar komt het op neer. Ja. Totaal correct, om het maar op zijn Duits te zeggen. Ah, begin nou. Jij gaat Engels doen, ik doe het Nederlands, ja? Ja, en ik ga u luisteraars al direct op de punt gaan wijzen dat ook al hebben ze Genesis 3 opengeslagen, dat ze direct na de eerste vers direct Genesis 2 terug kunnen gaan lopen doen. want de Bijbel is zo. Om de Bijbel te goed te verstaan, heb je verschillende kapitels en zelfs verschillende boeken nodig om ze naast elkaar te kunnen gaan lezen, om ze te goed te verstaan. Genesis kapitel 3 van de Koning James versie opent met vers 1, die daar luidt.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Nee, maar goed, hè? Dat heeft de slang, dat is de juiste vertaling van serpent in het Nederlands zeker, ja, 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 ik heb zo dadelijk de Nederlandse, ja. Zal ik dat even de Nederlandse voorlezen? Dat heeft de slang tegen Eva, de enige vrouw op deze aarde, toen gezegd. Want er staat niet in, en hij sprak tegen Eva, he said unto the woman. En wij weten van Genesis 2, dat Adam gezegd heeft, in vers 23 van Genesis 2, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Ja. She shall be called woman, ja, because she was taken out of man. Ja, ja, manin, met dat op zijn Nederlands, ja. Ja. Even kijken hoe ver we zijn, want... Ja, je wilde Genesis 3... Ja, ik ga maar eventjes... Genesis 3 vers 1, in mijn NBG-bijbel... staat, de slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Even kijken hoor. Ja, deze vertaling... Every, ja, het enige, maar every is van alle... Elke. Elke moet er eigenlijk staan, hè? Nou ja, de King James, als je die woordelijk vertaalt naar het Nederlands, dan staat er... jij, dus werkelijk, heeft God gezegd, je zult niet eten van elke boom uit de garden. Ja. Uit de tuin. Uit de tuin, ja. Ja? Dus, bij wijze van spreken, omwille van dat... in Genesis. Ach jongens, waar is dat weer? Genesis 1 en dan vers 29 zegt hem. And God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree in which the fruit of a tree yielding seed to you it shall be for meat. Genesis 1, 29. Ja? Dus de slang, die listiger is, die. Nou ja, in elk geval dus die vrouw hier wil verleiden. Dat eerste wat die slang doet is, ze trekt het woord van God in twijfel. Mm-hmm. Ze zaait twijfel, ze stelt een vraag. Ja, ik noem ze een keer ze, de slang, de vrouwelijk. Weet ik niet of dat vrouwelijk of mannelijk of Yin of ze Chinees, yin yang. Even daar, om de profane uit te lokken om ons door te luisteren. Gaan we door. Dus de slang, dat eerste wat ze doet, is de vrouw aanspreken en bij de vrouw twijfel zaaien over wat God gezegd heeft. Ja. Ja? Nu, ik heb gezegd dat we direct na deze eerste vers te lezen terug naar Genesis 2 moeten gaan. Is waarom? Goed. Is goed, ja. Waarom moeten we terug naar Genesis 2 gaan? Als wij willen weten waarom heeft de slang de vrouw aangesproken en niet de man? Ik snap dat, maar leg het uit aan de kijkeraars. Oké. God heeft eerst Adam geschapen. Genesis 2 vers 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man... became a living soul. Ja, ook een belangrijke punt die wij gemaakt hebben. Ja. Wij worden een ziel. We krijgen geen ziel. Wij worden een ziel door de adem des levens ingeblazen te krijgen. Even op zijn Nederlands, mijn NBG. Dus, Genesis 2, vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem. En blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Gaan we door. Wat we dus in Engels lezen als
hij werd een levende ziel. Ja? In Duits, der Mensch wurde eine lebende Seele. Het is een verschil of dat ik een levend ziel word, of dat ik een levend ziel krijg. En als wij deze vers al te goed verstaan hebben, dan hebben we al direct de leugens van de Babyloniërs opengelegd, die van de onsterfelijke ziel spreken. Want het gaat over de adem die wij hebben. Als wij onze laatste ademtocht doen, dan zijn we geen ziel meer. Klopt. Want we ademen niet meer. Dus de onsterfelijke ziel, de leer uit Babylon, is al direct op zo'n eenvoudige manier weerlegd. En lieve luisteraar, lieve kijker, neem het van mij aan. De Bijbel is zo simpel. De leugen is zo gecompliceerd. Ja. De leugen laat je denken dat je een leven lang moet studeren om ook maar iets te begrijpen. En dat woord van God zul je nooit niet kunnen begrijpen. Je hebt er altijd een priest voor nodig die het je gaat uitleggen. De werkelijkheid is 180 graden omgekeerd. Ja. De Bijbel is zo gemakkelijk, zo simpel, zo eenvoudig, dat de meeste mensen zeggen van, als het zo simpel is, dan kan ik het niet geloven. Dat klopt. Even voor de kijkeraars, je kan je gaan verdiepen in kwantummechanica, heb ik ook gedaan. Heb je een matrix van functies. En ga er maar aan staan. Met golffuncties, golfdeeltjes. Ongelooflijk ingewikkeld en het leert je niks. Ga maar door, Jurk. In Genesis 2, vers 18 lezen wij. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air. And brought them unto Adam, the man, to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Wij hebben hier in vers 19 bewijs, onomstotelijk bewijs door het woord van God, dat Adam God heeft zien iets scheppen. Uit het niets. Ik ga daar nu niet te ver op in. Daar zijn we al op ingegaan als we Genesis 2 besproken hebben. Zover dat ik mij kan herinneren. Ja, dat hebben wij goed besproken. Even voor de kijkeraars, luister naar die vorige uitzending. Want Jurk en ik zijn al uren bezig om ons te worstelen door Genesis 1. En we zijn gekomen tot Genesis 2. En jullie gaan het ook maar een keertje leren. Wat voor onzin. Ja, gaan we door. Dus omwille van dat Adam de enige mens ooit op aarde was, die ooit geleefd heeft op deze aarde, die God heeft iets zien scheppen, wist de slang dat ze bij Adam niet kon landen. Nee. De slang, als die tegen Adam had gezegd, jij hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden, dan zou Adam gezegd hebben, jij God said. Ja, dat klopt. Maar de vrouw die God niets heeft zien schapen, zei tegen de slang, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Oké, deze ga ik even op zijn Nederlands doen. Ja? Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. Precies. Ik heb hier zoveel gedachten bij, hè? Want ik ken al die, op z'n Amsterdamse, al die wijfjes, die zeggen, ik ga op een Microsoft internetcursus en dan word ik net zo goed als jij. Ik ken zoveel verhalen van vrouwen die zeiden,
die zeiden, ik ga op cursus en dan twist ik jou eruit. Dat is het einde van het begin. Want een man weet, ik wil niet seksistisch overkomen, maar mannen weten het verschil tussen waarheid en bullcrap. En vrouwen zijn afhankelijk. En ze willen graag de baas worden, want de slang, lalalala. Geht weiter, mein Freund. Ja, ik kan dat wat je gezegd hebt niet volledig ondersteunen. Je moet een keer even pauze gaan doen, want ik krijg hier een telefoonoproep. Ja, sekundje, ne? Oh, is goed. Dan doe ik even pauze, ja? Met Jörg? Ja? We pakken hem weer op, want Jörg kreeg telefoon. En heel vrolijk. Dus niks aan de hand. Nu gaan we verder waar we gebleven waren. We waren gebleven bij vers 4. Daar moeten we verder gaan, ja. Den punt die wij gemaakt hebben was waarom dat de slang de vrouw aangesproken heeft en niet de man. En ik wilde nog eventjes een keer op jouw argumentatie ingaan, wat jij zei met de mannen. Een discussie, ja. Discuteren, ja. Dus, nee, dat heeft met een discussie in feite niks te doen. Het punt is alleen van, uiteraard zullen je bij veel mensen seksistisch overkomen als je zoiets zegt. Maar dat zullen sowieso bij veel vrouwen, zoals zij vandaag de dag opgevoed zijn, accepteren ze de patriarchie van de Bijbel niet. Maar wat je gezegd hebt over de mannen is spijtig genoeg ook vandaag de dag niet meer juist met betrekking tot de meeste mannen die op deze aarde rondlopen. Die van de Bijbel nog nooit gehoord hebben, die ze niet gelezen hebben, die ze niet geloven en die niet in God geloven. Ja. We moeten altijd het onderscheid maken tussen als we over christenen spreken en als we over niet-christenen spreken. En één ding zeg ik in een keer ganz duidelijk, Perry. Een christelijke vrouw, die kent haar standpunt. Die kent haar plaats. En een christelijke man kent zijn plaats. Die kan over zoiets zelfs niet discussiëren. Dus als iemand je ook maar daarop aanspreekt, op zo'n punt, naar de motto van, ja, maar Perry, dat was een seksistische opmerking met de vrouwen en de mannen en blablabla. Jongens, ga naar huis. Ja. Jullie geloven niet in de Bijbel in de eerste plaats. En als je niet in de Bijbel in de eerste plaats gelooft, dan moet je niet gaan discussiëren met mensen die die Bijbel wel als basis voor hun autoriteit van praten en preken leggen. Mhm. Ja? Stimmt. Men kan alleen met elkaar praten, als men in spirituele Gemeinschaft ist. In de Bijbel staat, how can two walk together lest they agreed? Als jij een andere opvatting hebt als ik, op basis van dat ik de Bijbel aan mijn basis van mijn geweten leg, het woord van God mijn geweten laat bepalen, en jij je hart laat spreken, waarvan de Bijbel zegt het hart van de mens is euvel van begin af aan, dan hebben we niet dezelfde standpunt om te vertrekken, dan hebben we niet dezelfde standpunt om te gaan discussiëren. Dan is het schoon dat je die kanaal van Perry of van mij gevonden hebt, maar maak je weg, want je gaat er toch niet vinden wat jij zoekt. Want jij zoekt iets wat wij u niet kunnen geven. Jij zoekt compromissen en een ander evangelie als dat wat in de Bijbel geschreven is. En dat gaan wij u niet leren. Ik niet, in ieder geval. En Jurk ook niet. Zeg ik toch, wij. Ja. Ik nam mij die vrijheid. Ik sprak even tegen de luisteraars. Ja. Ik nam me eventjes een keer de vrijheid om voor u in mijn plaats te gaan spreken. Wat ik normaal gezien niet doe. Maar in elk geval, dat mag nu alsjeblieft een keer duidelijk zijn. De vrouw werd van de slang aangesproken, omdat Adam, op basis van dat hij God heeft iets zien scheppen, heel precies wist van wie hij de orde gekregen heeft van alle bomen in het hof te gaan eten, behalve van die ene. Dus als er ergens twijfel kan gezaaid worden, dan kan dat alleen met die persoon die niet een directe verbinding met God heeft. Kijk, in de Bijbel is het heel duidelijk geschreven. Jezus Christus is het hoofd van de kerk. Hij is het hoofd van de man en de man is het hoofd in het huishouden van de vrouw. Als nu de slang rechtstreeks Gods woord gaat betwijfelen, niet via de man, maar de vrouw,
dan omgaat die slang de man, omgaat die hiërarchie die God opgebouwd heeft. En daardoor alleen al zal ze succes hebben. Mm-hmm. En zo is het dan ja ook geweest. Want de slang heeft op dat wat de vrouw geantwoord heeft gezegd. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Dus je hebt hier twee uitspraken die elkaar tegenoverstaan. Ik weet niet meer, hoe zeg je dat? Loodrecht. Die loodrecht tegenover elkaar staan. De vrouw zegt, God heeft gezegd, je zult daar niet van eten, je zult het niet aanraken of je zult sterven. En de slang zegt, jij zult niet sterven. Ja. Waarom zegt die slang nu dat jij niet zult sterven? Aber de reden komt er direct mee bij, want die slang zegt... Mag even voor de luisteraars? Ja. In mijn MBG staat, gij zult daarvan... En dat is die boom in het midden van het hof. Gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. En vers 4? De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven. Maar wow. God weet... Dan ga ik weer door, hè? Dat ten dagen dat gij daarvan eet... Oh ja, dan gaan we door, ja. Kom, ja nu moet ik verder gaan met vers 5. Ja, ja. Dus de slang gaat dan voortgaan nadat ze gezegd heeft van... Je zult zeker niet sterven, you shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof... Then your eyes shall be opened and ye shall be as gods, knowing good... And evil. Mm-hmm. Zeg maar, Perry. Uw Nederlandse taal. Ja, een stilte vind ik ook heel mooi. Ja, allemaal. Want mensen kunnen het ook begrijpen. Hè? Ja, om eens een keer te reflecteren daarover wat gezegd is. Ja. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn. Ben ik nou, ja, dit was het toch? Het is niet helemaal hetzelfde als in de King James, hoor. Dat is juist het probleem, hè. Vertalingen zijn nooit exact hetzelfde als dit, hè. Want in uw Nederlandse Bijbelvertaling staat God in eenvoud. En in de King James staat ze als meervoud. Je zult als goderen zijn. Als, you shall be as gods. Meervoud. En je zult goed en kwaad van elkaar kunnen onderscheiden. Oh, fuck ja. En zo dat staat mooi. Er dus blijkbaar niet in. Vind ik ook even voor de kijkeraars, niet voor jou. Ik heb een boek gelezen van een Duitse schrijver... En die heette Friedrich Nietzsche. En die heeft dat boek geschreven voorbij goed en kwaad. Beyond good and evil. Het heeft geen enkele zin om kennis te hebben van goed en kwaad. Dat klopt niet. Er is iets fouts aan. Want er is op zich geen goed en kwaad. Je bent als mens geboren, als kind van God. En je hebt het maar te doen met wat je hebt. En niet slim gaan lopen doen over je eigen bestaan. Want ik ben de slimste van Nederland. Of Jurken van België of Duitsland. Het heeft geen zin. Oké, Gatewaarder, mijn vriend. Oké. Dus je ziet al hier in het derde boek van Genesis al de eerste... grove fout in een vertaling. Volgens mij is het nogal belangrijk dat hier toegevoegd wordt in de Koning James, dat men weet van goed en kwaad, wat dus in het Nederlands in die vertaling uitgelaten is. En het is ook een verschil of dat ik God zal zijn, of dat ik zal zijn als goderen. Ja, want dat ben je dan ook. Als jij weet van goed en kwaad, dan ben je een neef van George Bush,
Van de King Charlemagne. De zogenaamde goden. Dat mag je helemaal niet. Oké, ga maar waar. Gatewater. In vers 6 lezen we dan in de koning James. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ja, en op zijn Nederlands. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at. Dit is een correcte vertaling, volgens mij. Dat is een correcte vertaling, ja. En de punt, als we een keer over de laatste deel van die zin gaan spreken, and gave also unto her husband with her, and he did eat. De reden waarom heeft hier Adam het woord van God verlaten? Wat had Adam hier in de plaats moeten doen van ook die vrucht te nemen en daarvan te eten? Mijn persoonlijke mening is, op dit ogenblik had hem Eva in haar kont moeten shoppen en zeggen van, weg hier, jij gelooft een ander eerder als de Heer die ons en alles wat er is gemaakt heeft. Maar Adam luistert hier naar zijn eigen woorden, die hij gezegd heeft in Genesis 2, vers 24. Mm-hmm. Therefore, voor die vrouw, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ja, even voor het Nederlands. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat Adam hier in het kapitel daarvoor, in vers 24, al zegt, voor die vrouw, die uit hemzelf geschept geweest is, zal een man zijn vader verlaten. Wie is de vader van Adam? Even nadenken. God. Voor diegenen die er nog niet op gekomen zijn. Dus, met we andere moeten de mensen een beetje een tijd geven om erover na te denken. Ja. Met andere woorden. Om verder met de vrouw te kunnen zijn die van de verboden vrucht geëten heeft en dus verdoemd is om te sterven, gaat Adam zijn vader verlaten, gaat zich van God afkeren en gaat naar zijn vrouw luisteren. Ik had nu ook een ander gemeen woord kunnen gaan kiezen, om met haar verder te kunnen verblijven. Op zijn platvloom zullen je zeggen, hij loopt eerder achter zijn pik als naar zijn baas te luisteren. Om dat eens een keer op platvloom te gaan zeggen. Ja, en wie zegt dat af, Dutch? Dat er eher zijn schwanz hinterher läuft, als zijn vader te gehorchen. Is langzamer. Dat er eher zijn schwanz hinterher läuft, als zijn vader te gehorchen. Oké, okay. Op zijn Nederlands, dat hij zijn pik naloopt in plaats van zijn vader. Ik ken dat hoor, ik ken al die droevige verhalen. Ik ken zoveel verhalen van die droevige vaders, die lopen te janken. Van ja, het was zo'n, op zijn Engels, hè, shaggable slut. En ze heeft mij betrogen. I know how.
Hij gaat weiter. Nog eens een keer, lieve luisteraar. Dat is niet om te prediken tegen vrouwen. Versta ons niet verkeerd. Maar de vrouwen hebben een zwakke plek in deze hiërarchie waarvan de slang wist gebruik van te maken. Want ja. De slang was subtieler, was listiger dan al die andere beesten. Die wist heel precies, om iets te bereiken moet ik het zo en zo doen. Ja, ja? En even om jou te interrumperen. Als je dat niet gelooft, ga maar kijken naar Netflix. Dan zie je het. Die listige, door de slang beïnvloede vrouwen. Die. Dan zie je het toch. Oké. Okay. Er was een interruptie, jij mag verder. Nou, ik ken niks van Netflix. Ik ken dat niet, maar... Dat is maar goed ook. Ik kan dat tegen, want ik heb eelt op mijn ziel. Ja, ik weet, je hebt daar een video over gemaakt en je hebt daar gesproken over onder andere The Walking Dead en zo van die dingen. Mm-hmm. Ik heb The Walking Dead series ook de eerste 2 of 3 seizoenen gekeken met mijn zoon in een tijd. Vandaag de dag kan ik het nog geen 2 seconden aankijken en ik word al misselijk daarvan. En ik bedoel... Ja, we hebben spiritueel, gelijk, ik bedoel spiritueel en lichamelijk word ik er misselijk van. Ik kan daar niet meer tegen. Ik heb vroeger horrorverhalen gekeken, dat kun je niet geloven. Texas Chainsaw Massacre was een grapje. Ja, tegen die vond ik trouwens wel goed. Ja, even een pauze voor de kijkeraars. Jurk houdt zich aan, dat is Genesis 2, je eet alleen maar de planten, de vruchten van de planten. Mm-hmm. Geen dieren. Nee. Want daar word je slecht van. Waarom zou je een dier opeten? Ik ga even door, Jurk. En de Texas Chainsaw Massacre vertelt het verhaal van een familie van slachters van dieren die uiteindelijk mensen gingen slachten. Ja, dat komt ervan. Ik heb een vriend en die heeft een vriendin. En haar kinderen zijn zijn pleegkinderen. En die vriendin heeft een konijn. Een konijn kan je eten. Hij zal dat konijn, als dat konijn sterft, begraven. Want hij kent dat konijn. Hij heeft dat hof gemaakt voor dat konijn. Die gaat hij niet fileren. Als hij dood, dat niet... Daar zit een waarheid in. Jurk, jij mag verder. Ik wil nu niet al te ver Nee, precies. Ja. Het was even emotioneel. Nee, is oké. Okay. Ik heb daar geen probleem mee. Ik wil alleen maar zeggen van... Ik over de Texas Chainsaw Massacre, daar zie je wat er van komt. Als je mensen gaat opvoeden van jij gaat dieren slachten, dan gaan ze mensen slachten. Nou ja, je moet en dat vond ik dus wel goed aan de Texas Chainsaw Massacre. Ik zou het iedere ouder willen adviseren om dat hun kind te laten kijken. En te zeggen, zo moet dat niet. Je kan niet de Texas, dat je met een chainsaw, een kettingzaag, druiven van druivenplanten gaat halen. Als je druiven wil oogsten, dan neem je een aardappelmesje. En dan kan je eten. Ook bonen kan je zo pakken. Oké, ga maar. Is het duidelijk genoeg voor de kijkeraars, denk jij, dat ik gezegd heb? En dat ik toch naar de Texas Chainsaw Massacre moet kijken, alleen om de afschuwelijkheid te zien van wat ons te wachten stond met die oorlog in Irak en daarna in Afghanistan. En nu in Syrië. En in Libië hebben ze ook het een en ander gedaan. Het is niet goed. Gatewater, mijn vriend. De meeste ouders weten dat ze hun kinderen de Texas Chainsaw Massacre niet moeten laten zien. Maar ze laten de kinderen wel voor de televisie de Simpsons gaan kijken. Ja, dat is ach. En in de Simpsons... Ja. En in The Simpsons heb je afleveringen elk jaar rond Halloween, van een Halloween special aan de ene kant. En ik weet nog 1 aflevering, en die weet ik vandaag de dag nog, alsof dat gisteren was. En ik weet niet of dat van die Halloween special series was, of een gewone Simpsons aflevering.
Maar daar ging het daarover dat de leraren in scholen leerlingen tot hamburgers gingen verwerken. Jij bent geboren in Hamburg. Zo één aflevering waar ze op het einde daar in zo'n Maschine gaan vallen en daar worden ze in Stücken gehäckselt en daar komen hamburgers uit. The Simpsons is een televisie, een Cartoon-Show, die loopt s'avonds in het programma tussen 6 en 8 uur, waar elk kind voor de televisie zit en zoiets ziet. Dus je moet zelfs niet de Texas Chainsaw Massacre gaan kijken. Je ziet al deze ruigheid, ziet je al in The Simpsons. Nu kun je zeggen van, joh, wat maakt dat uit? Maar ik ben vandaag 51 jaar oud en ik heb vroeger ook altijd gezegd van, ja, maar daar word je niet zo en zo van. Nee, je wordt daar wel zo van. Ja, je moreel stoomt af. En zeker als je televisie kijkt, dat heeft dan ook nog met die 60 hertz te doen, in die dat uitstraalt. Je zit in een alpha-mode, niet in een beta-mode, enzovoort. Of in een tussenstand tussen alpha- en beta-mode. En je neemt al die dingen op zonder ze te verwerken. Ja. Je neemt ze op zonder ze te verwerken. Klopt. Dat noemt men programming. Daarom noemt het ook televisieprogram. Je wordt geprogrammeerd. Ja. En dat niet alleen door Netflix, maar ook door al die andere dingen. Ja. En hoe meer geweld dat men ziet, hoe meer dat men geweld accepteert. Ja. En als ik kleine kinderen van 3, 4 jaar al laat zien dat hier schoolgaande kinderen tot hamburgers verwerkt worden, dan stompen ook die kinderen af in de loop der tijd. En geloof dat is het allerergste. En we willen dan niet over verder gaan en een uitzending gaan doen hier over waarom dat met de Simpsons is. Maar het punt is dat we hier juist in Genesis Gen 3 aan een punt geraakt zijn, waar dat we verder lezen, gaan we nu eventjes een keer niet onderbreken als je wilt, Perry, waar we lezen in vers 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. De ogen van hun beiden werden geopend, en ze zagen, of ze merkten op dat ze naakt waren, en ze naaiden de bladeren van vijgenbomen aan elkaar en maakte zichzelf beschermende kledij om hun naaktheid te verbergen. Mooie vertaling. Dank u. Den punt die we hier gaan zien is den punt die loodrecht of lijnrecht tegenover staat de evolutietheorie. In de evolutietheorie wordt geleerd dat de dood de mens voortbrengt. Door het overleven van de sterkere moet de zwakkere afsterven dat de sterkere kan overleven. En het wordt geleerd dat de sterkste die tot nu toe aan het leven is, de zogenoemde Homo sapiens is, de mens van vandaag. En de mens van vandaag heeft alleen maar tot leven kunnen komen dat al die anderen daarvoor zijn afgestorven. Dus de dood heeft de mens voortgebracht. Dat belachelijk leert de evolutietheorie. Idee. Dat leert de evolutietheorie, die niet alleen maar een theorie is, die daarnaast ook, dat zeggen ze u natuurlijk niet, een religie is en tot een religie verhoven wordt. De Bijbel zegt ons hier ganz duidelijk, and the eyes of them both were opened, they knew that they were naked, they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Adam en Eva zijn ingegaan tegen het commandment, tegen het gebod van God, niet te eten van die ene bepaalde boom in het hof. Ze hebben het wel gedaan, ze hebben gerebelleerd tegen God, ze hebben niet geluisterd naar het woord van God. Adam heeft zijn vader verlaten om met zijn vrouw te zijn en door het wet te breken heeft hij de dood in de wereld gebracht. De Bijbel leert dat de mens de dood ingebracht heeft. De evolutieleer leert dat de dood de mens voortgebracht heeft. Zie je hoe onverenigbaar deze twee standpunten zijn? Ik wel. Het is het een of het ander, Perry. En we komen hier tot het einde van de uitzending. Het is het ene of het andere. Je kiest het licht
of je kiest de donkerheid. Je kiest wit of je kiest zwart. Je kiest waarheid of je kiest leugen. Je kunt niet twee heren dienen. En je kunt geen compromissen sluiten tussen deze twee. Dat wit staat aan de ene kant en dat zwart staat aan de andere kant. En aan jou de vraag, wat wilde jij geloven? Wat wilde jij volgen? Wilde jij dat volgen wat je onmiddellijke voldoening geeft in deze aarde? Bij wijze van spreken de leugens van de duivel, waardoor dat je hier op aarde een waarschijnlijk redelijk goed leven kunt gaan leiden, goed geld kunt verdienen, veel vrouwen kunnen gaan hebben, lekker kan uitgaan, grote auto's kan rijden, veel plezier hebben, jointjes roken, alcohol zuipen, drogen kan pakken, u uit kan leven en bij wijze van spreken leven alsof er geen morgen is en hier plezier hebben? Of wilde je liever in dit leven gaan lijden onder al die mensen die dat wel doen en jij dat van u afwijst? En wilde jij leven naar het gebod van God? En wilde je daarop hopen en daarop vertrouwen dat hij u belooft voor de lijden die je hier in dit leven doorlooft, een eeuwig leven in een wereld zonder zonde, zonder ziekte, zonder leugen, zonder oneerlijkheid te krijgen, het eeuwige leven in het koninkrijk van God? Ja. Wij moeten niet vragen waarom God toelaat dat zoveel mensen op deze aarde onder slechte omstandigheden moeten gaan sterven. Wij moeten ons afvragen waarom de mensen niet het gratis geschenk van de Heer aannemen om het eeuwige leven te omarmen. Amen. En Adam en Eva hebben hier het laatste verworpen. En ze hebben het verworpen voor hun en ze hebben het verworpen voor de gehele mensheid. Ja. Daarom was het nodig dat Jezus Christus kwam, die deze daad van Adam ongedaan kan maken. Ja, niet ongedaan kan maken, maar de gevolgen daarvan kan wegnemen. Dat door zijn dood aan het kruis, aan het cross, ja, dat door zijn dood aan dat hout hij de zonde terug uit de wereld kan doen en daarmee daarvoor de wereld terug kan zo zuiver maken, als dat ze daarvoor was. En dat, mijn lieve luisteraars en kijkers, gaan we volgende keer gaan bespreken, als we naar Genesis 3, vers 15 komen, waar staat: And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Genesis 3,15 is de eerste vers in de Bijbel waarop verwezen wordt naar Jezus Christus. Wat ik wel mooi vind. Oké, we gaan een afronding maken. We kunnen doordenderen. Even de Nederlandse vertaling van vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Zo is het, hè? Ja, ik ga nog verder, hè? Oké. Dit zal u de kop vermorselen. En gij zult de hiel vermorselen. Even kijken, wat het nou zijn. Even de Engelse, ik ben even doorscrollen. Bruce is dat Engelse woord. Ja, ja. Zijn hoofd vertrappelen en... En zijn hiel. Van... Want als je in je hiel geraakt wordt, dan ben je helemaal... kan je niet meer lopen. Hè? Dat is de Achilleshiel, hè, van die ze spreken. Hè? Yep. Tot maar het gaat erover dat de zaad van de vrouw de kop van de slang zou indrukken, kapot drukken, daarop stompen. En dus met andere woorden zou het leven ontnemen, waartegen de slang niks meer heeft dan de kracht om alleen maar in de hiel te gaan bijten. Wat dus in feite niks uitmaakt. Ja? Daar gaat het om. Maar daar zullen we volgende keer over spreken, Perry. Ja, precies. We maken een afronding. Ja, ik wil dat daar alleen eventjes een keer op kan wijzen, want dat is een belangrijke punt dat we hier in Genesis 3,15 de eerste vernoeming van Jezus Christus hebben. Yep. En daar wilde ik op neer. Want we lezen in de versen die wij juist gelezen hebben,
hoe dat de mens toen besloten heeft om Jezus Christus terug toe te keren. En een paar versen verder zegt God dat hem Jezus Christus gaat sturen om dat allemaal terug ongedaan te maken. Ja. Tussen aanhalingstekens ongedaan te maken. Dat is nu heel simplistisch uitgedrukt. Maar ja. Ik denk moeilijk genoeg voor mensen die al 75 minuten aan de schermen plakken om dit te gaan volgen. En ik hoop dat het jullie bevallen hebt en dat jullie iets geleerd hebben. Ik weet de juiste vertaling daar niet van, maar in Engels zegt men: I hope that you have been edified by studying the Word of God. Misschien kan Perry dat in het Vlaams vertalen direct, ik kan dat niet. But I hope that you have been edified by studying with me the Word of God in the English language and as much as I could translate it into the Dutch language also. Ik dank voor het luisteren, voor het kijken. Ook een keer voor een zelden, maar altijd geapprecieerde commentaar die erop zou komen. En eventueel vragen kunt u altijd aan mij, Jörg, richten via mijn kanaal, Joggler66, Hour of the Truth. Yep. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken, bedankt voor de uitnodiging, Perry. En tot de volgende keer. Tot dan. Dat wil ik wel, ja. De volgende keer. Oh, nu komt mijn afsluiting. En ik heb niks te zeggen. Jullie hebben alles gehoord. En jullie gaan, op straattaal gezegd, je fucking Bijbel lezen. Het is het oudste fucking boek. En je begrijpt het. Je laat de Bijbel tot je spreken en je komt tot leven. Want God is geen klootzak. Hij heeft zijn woord laten schrijven. En dat doet hij al de hele tijd. En dan kan je met Jörg praten we dus over de Bijbel. En dat is een boek van 3400 jaar oud. 3400 jaar oud. En dan kan je zeggen, ja, maar dat was een oud boek, maar een oude meuk. Ja, dan moet je met mij kennis maken. Aan het begin van de 20e eeuw heb ik het werk gelezen. Nee, het werk wat geschreven is aan het begin van de 20e eeuw. Van Gerardus Heijmans. En die zegt hetzelfde. Alleen dat is gebaseerd op logica. En metafysica. En mensen zeggen dan, ja, dat is zo ingewikkeld. Ja, lees je fucking Bijbel. Nou, dit was een mooie rant. En op zijn hamburgers sta ik hier, hoe heet dat ook alweer, op zijn hamburgers? Tjus. 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 En dag lievers.